Ja, ja. We hebben zilver te pakken. Daar is die. Lang verwacht. De Xterra. Machtig mooie machine. Niet te moeilijk. Een aantal frequenties. 5, 10, 15 en 8. En 8 speciaal voor op het strand. Waterdicht tot 5 meter. En wat denk je hiervan? Super klein en weer op lengte te brengen. Wil je armsteun dichterbij? Dat kan. Of verder weg kan ook. Wat jij prettig vindt. Machtig mooie machine. De Xterra. Mooie machine, niet heel moeilijk in gebruik. Aanknop aan de zijkant. Je drukt hem aan, dan komt de machine. En hij gaat aan. We hebben een aantal programma's. Met deze knop. Niet anders als bij ons, de Equinox 800, 900, 600, 700, schijfje. Recreatie 2, Akkerweiland 1, Akkerweiland 2, Strand 1, Strand 2 en weer terug. Stukje menu, natuurlijk het ontstoren. Daar is die metaaldetector zo beroemd om, het ontstoren. En door. Grondbalans. Volume. Threshold. Aantal geluiden kun je instellen. Heel mooi. Alle tonen. Discriminatie. Reactiesnelheid. En dan de verlichting. Ja, ja, dat is toch mooi, hè? Dat rode. Prachtig mooi. Supermooi. Wat er ook nog op zit, wat we zeker niet moeten vergeten. Bij de volume. Als we op deze knop drukken, let daarop in het scherm, nou staat de vibratie in het handvat aan. Dus zelfs bij slecht geluid, zonder koptelefoon, net even een keertje in het water, of een keertje op een plekje waar je niet te veel geluid wil maken, trilling in het handvat. Kun je niet zo goed horen. Perfecte machine. Goed, we hebben een mooi signaaltje op de Xterra Pro. Eerst signaaltje. Ik vind hem wat aan de onstabiele kant. Maar als je hier gaat. Ja. We gaan eens even kijken wat het is. Het signaaltje is eruit. Dat is pinpoint diep, denk ik. Ja. Iets dieper dan pinpoint diep. Wat komt eruit? Een dop. Oh. Ja, dat is nog niet zo zuiver, het signaaltje. Maar je moet altijd met een nieuwe detector. Moet je even alles weer gaan graven. Een hele mooie 60er, de Xterra Pro. Ja, heel stabiel. Het zou zomaar een muntje kunnen zijn. We gaan even een mooi live diggie doen. Hoppa. Zo. Het is Ruud. Op de 60. Mooi 60 signaaltje. Nou. Wat hebben we hier? Nou, dat is een stukje lood. Een stukje lood. Nou. Pinpoint te diep hoor. Ja. En hij knalde binnen het signaal. Dit signaaltje lag er gelijk naast. Een mooie 80er. Ja, snel weg. Dat is ook een mooi signaaltje dus. Wat hebben we hier? Oh, en even kijken wat het is. Ik heb hem wel geraakt. Oei, het is van tin. Het is een dekseltje van een. Van een kan of zo. Je ziet daar eigenlijk nog een scharnier. Ja. Dekseltjes kun je zo open doen. Ja, leuk. Ja, maar deze blijft ook aardig stabiel. Ah.
Hij ligt ook wel weer erg diep. We gaan ook deze maar eens even aangraven. Ja, deze detector gaat in ieder geval aardig diep. Een geluidje ook. En het is eruit. Maar wat hebben wij hier? Ook allemaal weer vreemde objecten. Een soort staaf. Een pen. Dat is versierd aan de bovenkant. Dat is in de verkoper. Maar die lag ook goed diep. Een veertiger, een hoge veertiger. En een stukje lood. Nogmaals, we zoeken nu akker 1. 10 kHz. Sens 20. Eigenlijk gewoon standaard. Uit de doos aanzetten. Nou, short. Geen bijgeluiden. Geen valse geluiden. Hier, kijk. Dat is een echt signaaltje. Een twintiger. Nou, denk ik dat het troep is. Folie of zo. Maar van hetzelfde geld is het iets heel moois natuurlijk. Dus je moet deze signalen altijd blijven graven. En het is toch wat. Zie je? Kom laag binnen. Wat is het? Er zit een oogje aan. Ja. Het is wel iets, maar wat het is? Misschien een belletje geweest of zo? Geen idee. Ah, fijn. Op naar de volgende. Goed. Ah, 70, 62. Schommelt een beetje. Hij ligt nog wat dieper zelfs. Hoppakee, dit is het spitje die hij nodig heeft. Nog dieper. Misschien ligt hij aan het kantje. Even kijken. Oh, iets verkeerd pinpoint. Nee, natuurlijk niet. Komt u maar. Nou, we hebben een munt. Oké. Is dat nog wat? Ja. Is dat nog wat? Een duitje, denk ik. Ja, duitje. Helemaal kaal en verrot. Ja. 15. En schommelt ook. Ah, dit moet wel troep zijn. Dit is zo laag. Maar goed. Je weet het pas als je hem eruit hebt gegraven. Nou klinkt er ook een beetje ijzer in door. Nee, toch niet. 15. Het is een strakke 15 geworden. Nou, toch een stukje. Nou, dat is
Zou het een stukje van een munt kunnen zijn? Nee. Nou, een stukje kopen. Wisselvallig signaaltje weer. Dat lijkt er wel een muntje op. Dat signaaltje. Oké. Er zit nog wat anders bij. Ik denk ijzer. Nou, klopt wel. Het klopt wel dat er een stukje ijzer bij lag. Ik zal je vertellen waarom. Het is een kasknopje. En er zit ijzer in verwerkt. Dit stukje is ijzer. Dat zie je duidelijk aan de kleur. En dit is koper. Daarom komt het signaal niet zo lekker helder binnen. Maar het is even goed te graven bij signaal, want het is wel wat. Kasknopje. Leuke lijfdik signaaltje. Strak. 70. Nou, wisten jullie, dit is een truc die elke minelab machine hebt. Als je de pinpoint gebruikt, ik gebruik zelf altijd de voorkant van de schotel. Als het signaal wegvalt, dan zit hij precies hier. Maar ja, om te beginnen is een pinpoint te gebruiken als je de techniek nog niet helemaal weet. Wel makkelijk. Pinpoint signaal kun je dus verkleinen, dus dan wordt hij nog accurater. Dat doe je dus door middel van dit. Je gaat eerst even pinpointen. Nu is hij breed. En dan ga je hier stoppen. Druk je één keer in, één keer uit en dan weer één keer aan. Dan is hij korter. Dan zit hij onder de schotel. Zo kan je heel accuraat pinpointen. Nou, we hebben een beetje hetzelfde signaal als net. 80. Ik zit al liggen. Stukje koper. Ja. Een vreemd signaaltje. Heel vreemd. Ik denk ijzer. Er zit ijzer in. Ik ga hem toch opgraven. Kijk. Ah, zo instabiel als wat. Dat maakt niet uit. Klinkt, er zit ijzer in, hè? Ja, ik hoor het al. Wat is het? Een bommetje. I don't know. Ja, dat zou je. Dat is ijzer. Kijk, ijzer. Dat klopt wel dus, netjes. Dan kan ik een goed aardig onderscheid maken met grote stukken ijzer. En een klein signaaltje, 54. Een heel klein signaaltje. Heel klein. Dat zijn wel hele kleine dingetjes hoor. Waar die fel op afgaat. De X-Terra Pro. Gaat goed om met klein speel. En de relletjes. Oké. We hebben er weer een. Instabiel. Ik verwacht ijzer. Dat is toch verwachting, hè? Nou. Dat is ijzer, hè? Er zit een klein spark hierbij. En je hoort duidelijk ijzertoon ook ertussen. Nou, ik zal je vertellen. Het is ook ijzer. Duidelijk. Dus dit soort onstabiele signaaltjes een keer gerust negeren. Mooi muntsignaaltje. Want de 80.
Ja, dat moet wel. Dat hebben wij. Ach, dat is koppeling. Voor de gras een beetje water te geven. Zoiets, ja, ik weet niet wat het is. Het is een koppeling. Hier van een slang en dan nog een slang. Hup, in elkaar draaien. Dan heb je een waterdichte verbinding. Nou, een stukje koper. Lekker voor een koperbak. Vreemde getallen. Wel hoog. Maar niet stabiel. Oh, wat is dat? Aardig muntje. Vreemde formaat. Dat is volgens mij toch zilver. Dat is zilver. Ja, ja. We hebben zilver te pakken. Zilver. Oh, dat is leuk. Hij komt niet lekker binnen. Ja, ik twijfel. Ja, het was meestal gewoon zilveren munt. Ik denk dat het zilver is. Eens even kijken. Even kijken. 38. Dat is wel heel laag. Ik denk toch dat het een zilvertje is. Ja. Oké. Okay. Netjes. Tijd even schoonmaken. En ja. We zien hier de schoongemaakte versie in beeld. Momentje. Ja. Zeg het eens. Nou, een stukje suikerlepel. Mooi versierd. Zilver. Daar komt hij vandaan. Zilver. Hé? Hey. Daar lijkt het verdacht veel op. Ja, het is zilver. Eens kijken. Zilver suikerlepeltje. Nou, Rob komt, eerste gat zilver. Mooi gedetailleerd lepeltje. Ja. Nice. Lampje, zoeklampje eronder. Ja. Ja, Rob. Dit zijn ze. Mooi hoor. Nou, dat was hem dan alweer. Ja. Dat was hem alweer. Voor nu wel. Voor nu wel, hè. Voor nu is het even genoeg. Ja. In donker zoeken, niemand heeft ons kunnen zien. Maar we zijn lekker met die nieuwe Xterra in de weer geweest, jongens. Hey. Ja. Jullie krijgen hem te zien nou, hij komt eraan. Maar wij hebben hem al even. Vond je het een leuke video? Abonneer voor meer. Als jullie wat andere dingen willen zien, zet het even in de comments. Dan gaan we dat even demonstreren. Of ik, of ga naar Rob. Rob Al is ook een detexpert. En ja, je kunt allebei vragen stellen aan ons. En anders verwijs je iets naar mij toe of andersom. Kunnen we jullie vragen beantwoorden. We gaan elkaar snel zien. Tot de volgende keer. Wesley, bedankt. Hoi.